gotta get up. Vlaggetjes, vandaag voor jullie een super leuke video. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Een kletsvideo tijdens het opmaken. Ik heb het overlaatst bij Teske de Schepper gezien en ik vond het super leuk om naar te kijken. En ik heb het ook nog van andere beautyblogsters bekeken en ik vind het heel leuk. Dus ik denk ik ga het vandaag ook doen. Het is vandaag zondagmorgen en het is 10 uur. En ik ga me nu dus opmaken. Ik ga dus niet zeggen wat ik ga gebruiken. Ik ga gewoon random kletsen tegen jullie. Sorry dat ik de laatste paar dagen afwezig ben geweest op mijn blog. De laatste keer dat ik iets online gezet heb is 1 oktober. Ik weet het is al een paar dagjes geleden. Maar ik heb echt jullie hulp nodig. Ik ben inspiratieloos. Ik weet niet wat jullie willen zien. En ik weet ook niet wat ik kan opnemen. Het is ook ja, een beetje druk de laatste tijd met school en zo. Dus ja, help me alsjeblieft met wat ik online kan zetten. Laat gewoon in de comments achter wat jullie graag willen zien. En ja, dan neem ik dat heel graag voor jullie op. En een Get Ready With Me of een stash video. Waar ik nu over laatst aan zat te denken, is voor een stash video op te nemen. Maar tot ik mijn stash opruim, zeg maar. En dan na die video dat ik dan onmiddellijk een make-up stash opneem. En dan is mijn stash ja mooi opgeruimd en dan kan ik dat onmiddellijk filmen. Dus als jullie dat een goed idee lijkt, laat het zeker achter in de comments. En dan zal ik zo een video maken. Want ja, mijn stash is best rommelig en om dan een video daarvan op te nemen, ja, dat is natuurlijk niet zo fijn naar een rommelige make-up stash video te kijken. Dus ik ben wel van plan om hem op te ruimen. Dus wil jullie daar een opruimvideo van zien, laat het zeker achter in de reacties. Wat heb ik nog gedaan dit weekend? Ik had vrijdag had ik ballet. En voor de rest heb ik eigenlijk niks speciaals gedaan. Zaterdag had ik ook ballet, had ik 2 uurtjes ballet. En toen moest ik van 11:15 tot 2:15 had ik toen les. En om 11:15 had ik lesgeven aan kleine kindjes. Van 3 tot 5 jaar ongeveer. En dan moet ik dan balletles aan geven. En dat is heel erg leuk. En dat doe ik samen met een andere vriendin, Karel, waar ik de balletblog mee heb. Waar ik nooit iets op zet eigenlijk. En ja, dat is heel erg leuk om les te geven aan die kleintjes, want ja, je leert dan om te gaan, want ja, zij kennen echt nog niks van pasjes of zo, dus dat moeten ze echt nog helemaal aanleren. Je moet heel veel geduld hebben, maar omdat ze zo schattig zijn, maakt het echt heel veel goed. Je kan ook gewoon niet kwaad worden op die kleintjes, want ze zijn gewoon veel te schattig. Wat moet ik nu doen? Ah ja, mijn wimpers krullen. En op zondag heb ik ook nog niks speciaals gedaan. Ik ga straks wel schoenen halen. Ik heb 17 oktober een bruiloft van mijn tante. En dan wil ik ook een Get Ready With Me video opnemen. Ik wil eerst een vlog, maar ja, op de bruiloft vlog ik sowieso niet. Dus ja, dat doe je niet. Dus ik denk gewoon een Get Ready With Me, hoe ik me volledig klaarmaak. Dus dat staat wel nog op de planning. En ik heb gisteren kleren gehaald voor de bruiloft. Heel mooie kleren, vind ik zelf. Ik wil eerst een kleedje, maar ben ik toch niet voor gegaan. Omdat, ja, ik vind dat heel erg mooie kleedjes. Maar ik wou eens wat anders. Ik kan nog niet verklappen wat. Ik kan het ook nog niet laten zien. Dus ja, wacht maar op de Get Ready With Me. Daar ga je niet zien, want ik moet toch vandaag nog mijn schoenen gaan halen. Dus ik wil het laten zien als alles compleet is. En ik heb heel erg veel zin in de bruiloft. Ik ben nog nooit naar een bruiloft geweest. Dus dat is wel spannend, zeg maar. En het is van een familie, dus dat is ook wel fijn natuurlijk. En wat ook heel erg leuk is, is ik heb de donderdag vrij op school. 16 oktober. En 17 oktober is de bruiloft. Dat valt op een vrijdag. En hoef ik dus niet naar school. Dus heb ik verlengd weekend. Dan heb ik donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag dan vrij. Dus dat is wel heel erg fijn dat ik dan die dag niet naar school hoef. En ik moet wel nog een briefje binnenbrengen met daarop. Waarom ik niet aanwezig zal zijn die dag. En zien dat ik best wel blush aanzet. Ik vind dat heel erg mooi. Ik ben de laatste paar dagen heel veel into blush. Ik breng extra veel aan. Ik vind dat heel, heel erg mooi. Dus als jullie het misschien overdreven veel vinden. Ja, ik vind dat echt heel erg mooi. En waar ik ook de laatste paar dagen heel erg into ben, zeg maar, is highlighter. En ik gebruik deze Essence Sun Club highlighter. En ja, die vind ik gewoon super mooi. Je kan hier natuurlijk ook de blush en bronzer van gebruiken, maar ik gebruik toch het liefst mijn gewone blush van Essence.
Maar ik breng er wel een highlighter over aan. Ik vind dat zo mooi. Een zo mooie glow geven. Zo'n mooi effect. Zeker op video komt het heel mooi over. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ook voor de bruiloft wil ik me best wel heftig gaan opmaken. Ja, met zachte kleuren werken eigenlijk, maar toch tot het goed opvalt. Want ja, ik wil er echt heel mooi van maken. En dan als laatste mijn lippen. Ga ik vandaag voor een lipgloss van Max & More. Met het lampje en het spiegeltje. Dus ik ga mijn make-up spiegel nu even niet gebruiken. Ik heb nog eens zin om een lipglossje op te doen. En die vind ik heel mooi. En ook hier breng ik extra veel van aan. Morgen is terug school en ik heb geen les. Ik heb de hele dag esthetica beurs. Zoals jullie weten volg ik de richting bioesthetiek. En wij gaan dus morgen naar Brussel met heel de klas en dat is voor heel de dag. Dus dat is wel leuk dat ik de hele dag geen les heb. Je moet ook wat geld meenemen. De juffrouw zei maximum 20 euro. Of ja, ze zei dat bijna iedereen altijd 20 euro meenam. Dus ik ga ook gewoon 20 euro meenemen. En dan kan je daar wat dingetjes kopen. Je kan daar nagellakjes voor 2 euro kopen. Make-up kan je daar kopen. Dus ik denk wel dat ik wat koop. En dat zal ik je dan ook al laten zien in een video. Zo, dit was mijn kletsvideo tijdens het opmaken. Omdat ik niet zo heel veel make-up opdoe, duurt het klets ook niet super lang. Want ik heb bij anderen gezien dat het toch wel 15 minuten duurt of zo. Ja. Alsjeblieft, laat in de comments achter wat jullie willen zien. Get Ready With Me's tutorials. Iets met haar of zo, een bepaald kapsel. Laat maar weten. Maar verwacht jullie wel ergens in oktober aan een Get Ready With Me voor een bruiloft. Is misschien wel fijn voor wat inspiratie als je zelf ook een bruiloft hebt. Volgend jaar of binnenkort of weet ik veel. Wat ik ook wil doen is, volgende week zaterdag ben ik jarig. Dan word ik 14 en dan ga ik ook een video maken. Dus er staan wel twee dingen op de planning, maar ik moet natuurlijk nog iets voor de komende dagen online hebben. Dus ja, haal het me alsjeblieft. Laat in de reacties achter wat jullie willen zien. Nagelvideo, maakt niet uit, stashvideo. Laat maar weten. En dat zou ik heel erg leuk vinden, want dan kan ik dat zo snel mogelijk voor jullie opnemen. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren. En vond je deze video leuk, doe dan een duimpje omhoog. Wil je dit vaker kletsen tijdens het opmaken, laat dat dan ook maar even achter in de reacties. Dan weet ik dat. Doei!